voelt gewoon heel fijn. Ik voel me... Eigenlijk is het precies alsof het nooit anders geweest is. Dat is heel raar hoe snel ik die klik gemaakt heb. Ik denk dat ik mij binnenkort gewoon niet meer kan inbeelden dat ik nog als man rondgelopen heb. Tegenwoordig zijn mannen en vrouwen gans hetzelfde. Hoewel het tegendeel herhaaldelijk empirisch bewezen is. Herhaaldelijk totdat de man in slaap valt of totdat de vrouw een sigaret of iets anders opsteekt. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar. En wat is in godsnaam een transgender? In kwestie van iets beter ingelicht te zijn over het onderwerp van vandaag, belde ik mijn spirituele begeleider op. Ah? Ja, hallo dokter. Ah. Dokter. Ja. Zeg, wat is feitelijk een transgender? Een transgender? Ah, wel, dat is een transseksueel, hè. Maar ze hebben dat transgender genoemd om de seksuele connotatie weg te halen. Zeg je daar zeker van? Want ik heb hier dat pas in mijn woordenboek en ik vind dat niet. Transgender staat hier nergens in. Dat staat hier nergens in. Dat staat niet in het woordenboek tot nu toe. Nu zal er dan wel in komen. Daar komt het op neer. Oké. En wat vind jij dan van Boudewijn die nu pro is geworden? Dat is belachelijk. En de reactie, die vind ik nog belachelijker van al die mensen, hè, die zo hopelijk moeten doen. Ah, joepie, wij hebben een transgender. En in hun eigen, hè, weet wat ze denken. Pot sierlijk, zielig ventje. Die denkt dat hem een wijf is. Ja, oké, maar nu is hij toch een vrouw? Dat is allemaal zever. Ja, ze kunnen dat natuurlijk met hormonen een beetje onderdrukken, want dat is allemaal fake, hè. Maar hij heeft toch het recht om zich als vrouw te verkleden dan? Het is zijn recht dat te doen, maar het is ook mijn recht daar mijn gedachten over te hebben. Oké, dank u wel, dokter. Voilà, de dokter wist dus te zeggen dat een transgender gewoon een transseksueel is. Maar gezien wij een beetje ijverig zijn en toegang hebben tot het internet, hebben we het zelf even opgezocht. Man of vrouw die zich deels man en deels vrouw voelt, of zich voelt als behorend tot het andere geslacht dan zijn of haar biologische geslacht. Ik moet nu wel zeggen, dat klinkt vreemd, gelijk een mentale stoornis. Zo gelijk mensen die hun benen niet graag zien en hun benen afhakken. Weet je, Martien kan het ons allemaal uitleggen. Martien, het woord is aan u. Al 50 jaar voelde Boudewijn van Spilbeek zich naar eigen zeggen een vrouw die vast zat in een mannenlichaam. Dan was dat toch een lelijke vrouw. Zo'n 2 jaar geleden zette hij uiteindelijk de stap naar professionele hulp. Wat misschien wel nodig was. En vanaf vandaag is hij zij. Oké, is hij werkelijk zij? Wat is er gebeurd? Ik heb misschien een beetje te goed opgelet in de lesbiologie en verbeter mij wanneer ik het fout heb. Ik heb begrepen dat in elke cel van het menselijk lichaam DNA en chromosomen zitten die bepalen of dat je al dan niet man of vrouw bent. Dan is er nog de adamsappel, de prostaat, de breedte van de heupen en we mogen ook niet vergeten dat mannen 1 rib minder hebben dan vrouwen. Van waar haalt je dat nu? Ik heb de... Dat staat in de Bijbel. Bijbel. Wel een beetje achterhaald, hè. Achterhaald! Nu goed, ik wil maar zeggen, er zijn werkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Sorry, Martien, voor u te onderbreken. Ga vooral verder. Bo van Spilbeek heeft de volle steun van haar vrouw en 2 kinderen. Ik heb mijn vrouw eigenlijk ingelicht over mijn vrouwelijke gevoelens voor we getrouwd zijn. Maar ik heb haar ook meteen gezegd, joh, maar dat gaat wel voorbij als we getrouwd zijn. Dat is sowieso niet voorbij gegaan. En ik denk dat die vrouw evenzeer moet opgenomen worden in het gesticht, want ze is even zot als haar man. Dan heb ik, ja, geprobeerd om daar altijd een evenwicht in te vinden. Want ik kom ook al 25 jaar of langer als vrouw buiten. Hoe komt je als vrouw buiten? U verkleden als vrouw maakt u nog geen vrouw. Pruik aan doen en wat make-up en met een iets hoger stemmetje spreken. Dat kan Theo Franken ook. Ja, 15 jaar geleden heb ik al even gedacht aan een operatie. Maar er zijn toen ook mensen die mij dat uit mijn hoofd hebben gepraat. Oké, dus het is mij duidelijk. Zij heeft nog steeds een penis. Zij is een man. Maar goed,
Laat ik mij niet te veel emotioneel opwinden. De reportage gaat verder. Dit was een van de laatste keren dat u Bo als man op het scherm zag. De transitie is volop bezig, met volgende maand gezichtsoperaties en binnen het jaar dan de final cut, zoals het zelf noemt. Ah, voilà. Voilà. En het goed, de final cut, zoals hij het zelf noemt. Zelfs al knipt een man zijn penis ervan, blijft het een verminkte man. Er zijn nog te veel andere factoren. Dit is wetenschap. C, ik vraag mij persoonlijk af hoe dat nu verder gaat gaan met die vrouw, man. Met die travestiet. Ik blijf reporter, ik blijf televisiejournaliste. En ja, ik ga het proberen zo goed mogelijk te doen. Misschien nog beter dan vroeger, want een vrouw moet zich altijd twee keer bewijzen, hè? Dat weet ze intussen al. Ga wel met een keer twee koffiekes. Merci. Dan gaan we nu over tot een veelgevraagde nieuwe rubriek in de preek, waar we de mening van Tweetend Vlaanderen op jullie loslaten. Kennelijk heeft niemand begrepen wat een preek is. De obvious zegt, hoe voelt het om uw vrouw te verplichten lesbisch te worden? Goed geprobeerd, de obvious, maar hij is geen vrouw, dus zij is geen lesbienne. Ze heeft hoogstens een bizarre smaak. Timo zegt, de collega's van de VTM zijn vandaag toch al veel minder content. Bo van Spilbeek heeft deze morgen op de VTM-parking al 3 auto's aangereden. Deze tweet krijgt de prijs voor meest vrouwenvriendelijke tweet van de week. Proficiat Timo. Eerlijke socialist zegt, Boudewijn van Spilbeek en zijn piemel met rust laten is modern. En promoveren tot held en lichtend voorbeeld is postmodern. Eerlijke socialist is al eens vaker eerlijk, maar hij mag gerust zijn. De culturele marxisten van de traditionele media staan mijlenver van het volk en de kloof tussen het volk en hen wordt enkel groter. Katastrofe. Stroof zegt, Bo van Spilbeek zal wel verschieten als ze haar een nieuwe loonbrief ziet. Dat vrouw. Het is jammer dat ik de prijs voor meest vrouwenvriendelijke tweet al heb weggegeven. Heel mooi, catastrofe. Chris Pervlok zegt, nu nog je achternaam veranderen in Tram en ik kijk terug VTM nieuws. Smiley face. Bo, Tram. Ik heb hem. Vlaanderen VL zegt, aan de transgenders die zich nu nog willen laten ombouwen, doe het snel. De voorraad aan flamoezen en fluiten raakt op. Ik geef toe dat ik deze hier enkel heb tussengestoken omdat flamoezen een grappig woord is. Sebastien zegt, gaat er nu eindelijk eens iemand uitleggen wat een X is? Beste Sebastien, de X is de 24e letter van het Romeinse alfabet. Het klinkt min of meer als KSX. Wat valt er nu verder nog te zeggen over Bo? Boudewijn, nee, sorry, Bo. Een naam kunt je veranderen. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Vrouwen zijn geen mannen. 2. Mannen die zich laten ombouwen tot vrouw zijn verminkte mannen. 3. De voorraad flamoezen geraakt op. Hartelijk dank om te kijken naar alweer een nieuwe aflevering van De Preek. En ik wil nog even dit zeggen. Bo is ook een mannennaam. Wilde daar nog iets verder over kwijt? Ze gaan daarmee nog last hebben, zinne. Want dat is eigenlijk geen echte transseksueel. Dat is een transvestiet.